gotta get up. Hey bloggetjes, het is vandaag vrijdag 22 augustus en het is 11:30. Sophie is al op de badkamer zich aan het aankleden. We zijn pas wakker. Sorry dat mijn vlog dus zo laat begint. Onze planning voor vandaag. We weten nog niet goed wat we gaan doen, maar ik zal wel vloggen als we iets leuks gaan doen. En dan zie ik jullie straks. Doei! Hey bloggetjes, het is 9:15. Sorry, ik heb de hele dag niet gevlogd. Maar ik denk dat jullie het al weten, want ja, Sophie is blijven slapen. En zoals ik al gezegd heb, zij vlogt niet zo graag. Ze komt niet zo graag voor de camera. Dus sorry dat ik niet gevlogd heb, want zij is ook pas weg dus. En mijn vlechtjesgolfjes zijn nog steeds in. Die blijven mij echt lang zitten. Ik ben benieuwd of het morgen nog is, want het is nog steeds even fel als de eerste dag. Wat hebben we gedaan? We hebben op The Sims gespeeld, we hebben weer een dansje gemaakt, we hebben heel veel muziek geluisterd met de iPod. Ik had mijn iPod aangesloten op de radio. Ik heb haar mijn nieuwe make-up producten laten zien wat ik had. Ik heb haar mijn vlog van mijn piano laten zien. We hebben, wat hebben we nog? Iets met nagellak. Dan hebben we foto's gemaakt met Retrica op de iPad. We hebben gekke video's gemaakt en zo. Het was heel, heel erg fijn. We hebben ons echt geamuseerd. Dus sorry dat ik niet gevlogd heb, maar dat is dus ook omdat Sophie niet zo graag vlogt. En zij komt ook niet zo graag op camera. Dus dan weten jullie dat. Dus het is echt een kletsvlog en weer geen fatsoenlijke vlog. Dus mijn excuses again, again and again. Dus dan weten jullie dat. Morgen komt Theresa slapen. En zij vindt vloggen wel leuk. We gaan misschien ook challenges doen als we iets leuks zijn. Dus morgen wordt het weer een heel leuke vlog. En ik maak het weer helemaal goed. Ik ga nu de Vampire Diaries kijken. Ik weet niet of iemand dat kent. Zo niet, kan je het even opzoeken. Dat ga ik nu kijken met mijn mama en mijn zus. Maar dat ga ik dus niet vloggen. Ik hoop dat jullie de vlog toch een klein beetje interessant vond. Echt mijn excuses. Maar dat komt dus doordat ze vindt dat ze graag vlog. En dat respecteer ik ook. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Morgen maak ik het goed met de uitgebreide vlog. En dan zie ik jullie morgen. Doei!